een review van de Freecom 4 Plus. Een cadeau die ik heb gekocht. Douche zelf. Deze manier open. In het doosje. Freecom 4 Plus zelf. De pocket guide. Sticker. Nogmaals de pocket guide in andere talen. Thank you for purchase. Important information. Yep. De installation guide. Die hebben we zo meteen nodig. Met de USB-kabel. Dan hebben we hier nog de koptelefoontjes. Zo. Foto's. Docking. Volgens mij noemen ze deze de Boomac. Dit is de harde microfoon. En de softmic. Deze ga ik waarschijnlijk gebruiken. Je kunt dus of kiezen om deze vast te klikken en vast te schroeven. Of vast te plakken. Even een overview van mijn producten. Wat in de doos zat. Dus het is goed is leeg. Dan gaan we maar proberen in te bouwen. Oké, dus dit is mijn helm. Shark D-Squall. Waar we in gaan bouwen. Ik hoop dat het allemaal goed te zien is. Ik ga hem gewoon uit elkaar halen. Ik hoop hem een beetje voor de camera te kunnen houden. En dan kunnen jullie vanzelf zien hoe ik dit ga doen. Heb ik hier al mijn andere vlog microfoon in zitten. Die blijft ook aan die kant zitten. De ruitenwissel is al lastig.
Hier binnen zitten mijn oren, dat was, daar ga ik ze plaatsen. Checken waar ze zitten. Ze zijn in de oude. Waar je ze kan plaatsen. Lijkt er wel gemaakt te zijn. Toch denk ik de lasers op. Ik kan ze altijd nog weg als ze dicht op mijn oor zitten. Ja, misschien zijn de regels toch iets te groot. Dan gaan we de zijkant terug rennen. En dan druk je alle pinnetjes er terug in die je hier kan zien. Dat was de ene kant. Oké, zo dit is het geworden. Dit is het ook wel. De boxjes zitten hier ondergewerkt. Maar die zitten hier achter. En hier achter, ik heb de boosters wel gebruikt. En hier, daar zit de ene mic en daar zit de andere mic. Dus we hebben nu een GoPro. Kom elkaar daar.